Dit is Marietje Zegers, de dochter van de fotograaf, in 1912, in kleur. Je mag de foto hier in het stadsarchief een paar seconden bekijken. Dan gaat onverbiddelijk het licht uit om de autochroom te beschermen. Begin 20e eeuw. Dit soort beelden kennen we. In zwart-wit natuurlijk, daar zijn we aan gewend. Of bruinachtig sepia. Maar dan dit. De huizen in Volendam waren in 1912 ook al groen. En de brug was oranje. Zo'n 600 autochrooms worden diep in het depot van het Rijksmuseum bewaard. Koel en donker in doosjes en zuurvrij papier. Het is glas, kwetsbaar. Ze werden nooit afgedrukt op papier. Je hield ze tegen het licht, maar niet te veel licht, want dan vervaagden ze.